Radio. BNR Zaken doen. Ja, het is een goede dag voor SBM Offshore. Ze hebben net een opdracht van ExxonMobil binnengehaald. En dat doet het aandeel ook weer goed. Ze schoten omhoog vanochtend op de AIX-index. Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Jij kan in het scherm kijken. Goedemorgen. Ja, ze schurken tegen de 14 euro aan. Hoeveel procent dat is vandaag? 7,9% hoger op dit moment. Dat is dus inderdaad lekker. Ja, dat is wel fijn, want het bedrijf heeft natuurlijk een hele lange periode achter de rug met onderzoeken naar fraude. In Brazilië. Lage olieprijzen. Ja. Dus allemaal tegenwind. En nu lijkt het erop dat ze dat het tij wat gekeerd is. Deze opdracht zat al een beetje in de pijplijn, maar komt een heel stuk eerder dan de meeste analisten hadden verwacht. En kan er ook voor zorgen dat het bedrijf zijn schuld behoorlijk terugbrengt. En ja, dit is op een moment dat die olieprijs nu wat langer op een hoger niveau zit, zie je dat dit soort opdrachten los beginnen te komen. Dus nu ExxonMobil die deze opdracht gunnen. Maar er komen er meer aan, daar kun je donder op zeggen. Ja, het begint nu met deze olieprijzen, begint het toch weer interessant te worden om in zee olievelden te exploiteren. Wat natuurlijk een heel stuk duurder is. Dus je hebt een hogere gemiddelde olieprijs nodig om dat te doen. En daar waar oliemaatschappijen een lange periode gezegd hebben, wij schroeven alle investeringen terug, lijkt het erop alsof ze nu het kantelpunt hebben bereikt en zeggen van nou, we durven het weer aan. We denken dat die olieprijs langer wat hoger blijft en dus is het gunstig om te zeggen, we gaan die olievelden exporteren en daar hebben ze equipment bij nodig en dan komen ze uit met bij maar een paar leveranciers die dat kunnen, waar SBM... Daar kan je niet om SBM Offshore heen. Nee. En nou, die hadden dus kort geleden nog veel last van die omkoopschandalen, wat je al zei, fraude in Brazilië. Nu heeft grondstofhandelaar Glencore daar last van. Welke landen zouden hier... waar is allemaal smeergeld betaald? Ja, nou ja, dit zijn weer de usual suspects. Ja, al te woorden uit mijn mond. Nigeria, Venezuela en Congo. En het is al jaren aan de gang waarschijnlijk. Ze mogen documenten aan de Amerikaanse justitie overhandigen terug naar 2007. Dus 11 jaar documenten zijn er opgevraagd. En met name in Congo, daar schurken ze heel dicht aan tegen Kabila, de president die daar in het zadel zit. En met kobalt en kopermijnen zijn ze daar actief. En ja, dat heeft er toch alle schijn van dat er daar het een en ander niet helemaal lekker is gelopen. En het aandeel gaat er flink op onderuit. 10%, 11% lager. Dat is een marktkapitalisatieverlies van 5 miljard... die ze dus inleveren op dit bericht. Dat is ongelooflijk, 5 miljard. Maar is dat ook denkbaar dat er dat type boetes uit gaan voortkomen in Amerika? Dat zou wel heel erg fors zijn. Dus het lijkt op een wat overtrokken reactie. Maar ja, dat... Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat je nu nog in deze fase zo'n onderzoek om je oren krijgt. Dat had je kunnen voorkomen. Je had hier beter moeten weten. En de zorg van beleggers zou misschien zijn van goh, in welke landen heeft Glencore dan nog meer dingen gedaan die eigenlijk het daglicht niet meer kunnen verdragen. Maar ook niet alleen Glencore, denk je dan? Dan denk je al gauw, die hele sector, de hele grondstoffenhandel... Is zo corrupt als wat, net als die oliebusiness. Gaan anderen daar ook op onderuit? Nou, je mag wel verwachten dat iedereen die zaken doet in die landen moet natuurlijk toch... Er valt overal wat voor de lokale autoriteiten van de wagen af. Want anders doe je daar geen zaken. Ja. Zo simpel is het in heel veel van die landen geweest. Maar goed, daar is altijd weinig transparantie over. Ja, en laten we hopen dat echt allemaal tot het verleden behoort. Want het is natuurlijk een van de meest inefficiënte manieren om een economie te leiden, is de omkoping eromheen. Want dat zorgt ervoor dat die landen eigenlijk gedoemd zijn om in armoede te blijven. Oké, okay, Tesla dan. De troubles. Tesla troubles zijn nog niet voorbij. Hey, de weekproductie is wel opgeschroefd, maar ze nemen nu alweer een paar dagen vakantie. Ja, ze leggen die band, of de tent in dit geval, alweer stil. 4th of July, of is het... dat is wat Musk eromheen zegt. Van het is heel gebruikelijk dat autobedrijven dit stilleggen. Maar ja, de verhalen eromheen. Vanmorgen meldde de Telegraaf ook dat Tesla... of mensen die een Model 3 besteld hebben
$2,500 bovenop de $1,000 die ze al als aanbetaling hebben gedaan. Gevraagd is. Omdat ze gewoon cash nodig hebben snel. Ja, ze hebben natuurlijk heel veel cash nodig. Want om die 5000 auto's te halen, hebben ze echt alles uit de kast getrokken. Mensen hebben gigantische uren gewerkt. Maar ze hebben 400.000 Model 3 besteld, hè? 450. Maar je ziet wel dat dat langzaam maar zeker begint af te nemen. Dat er dus eigenlijk meer cancellations zijn dan dat er nieuwe bestellingen bijkomen. Dat is natuurlijk geen goed nieuws. En als je een Model S hebt besteld, moet je iets langer gaan wachten. Want ze hebben heel veel mensen van de productieband van die Model S gehaald om te werken aan die Model X, om die 5000 auto's per week te halen. Dat was een heel belangrijk punt. Dus het lijkt erop dat de trucendoos van Musk toch wel behoorlijk gebruikt is. Heel kort nog, want de tijd is eigenlijk al op. Goldman Sachs komt met een rapport. Goede tweede helft 2018 voor een aantal aandelen. Daar zal Tesla niet bij zitten. Nee, ze gaan hier uit van een stijgend rentescenario en zeggen van, jongens, juist dan wordt het van belang dat je balans leest, dat je kijkt naar bedrijven met weinig schuld, met een hoge kaststroom. Dus bedrijven als Nvidia, een bedrijf als Facebook, die kunnen in de tweede helft van dit jaar gaan excelleren. Ook omdat dat bedrijven zijn die relatief weinig last zullen hebben van een voortdurende handelsoorlog. Dankjewel, Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Ziet u het al voor u? Een nieuwe. Meer zien? Ga naar bnr.nl.